met Jos. Een hele goede middag. U spreekt met Hugo Reel van Effort Energy. Ik ben spreek er even met... niet. Spreek je boodschap in naar de piep. Hallo. Oh, hallo. Goedemiddag. Spreek met mevrouw Brouwer? Ja, daar spreekt u mee. Mooi. U spreekt met Tigo Reel van Effort Energy. Ik bel naar aanleiding van de olieprijzen die de afgelopen jaren flink zijn gestegen. Maar daar zult u wel bekend mee zijn, neem ik aan. Ja, daar heb ik iets over gehoord. Dat is mooi. Dan hoef ik u dat in ieder geval niet meer uit te leggen. Of zal ik het toch even kort voor u samenvatten? Als u het zou kunnen, dan ben ik ook op de hoogte. Tuurlijk, mevrouw Brouwer. Het zit zo. De afgelopen jaren gaat het heel erg hard met de olie daar in het oosten. Zo hard dat er bijna geen druppel meer over is. Op die manier wordt het alsmaar duurder en duurder. Wat voor u betekent dat uw rekening ook steeds hoger wordt. Ja, daar is niets aan te doen. Nou, ik kan voor u wel berekenen wat u kunt besparen op jaarbasis als u een contract aangaat bij Effort Energy. Heeft u een klein momentje? Ja hoor. Tigo, kan ik even spreken? Ja, tuurlijk. Op kantoor? Ja, ja. Kom eraan. Precies. Tigo, ga zitten. Enig vermoeden waarom jij hier zit? Nee. Jij maakt veel sales. Ja, is goed toch? Alleen 8 van de 10 contracten worden afgezegd. Dat is heel vervelend, Hans, maar ja, door de telefoon is het enthousiast, dus ik denk echt dat het toeval is. Toeval? Je verstrekt de klanten toch geen valse informatie, hè? Hoe kom je daar nou bij, Hans? Als ik erachter kom dat dat het geval is, dan weet je wat de gevolgen voor je zijn. Ja, sorry hoor, Hans. Ik vind dit echt belachelijk. Kom op nou, ik ben je beste verkoper. Dat weet je zelf ook. Zo, hè. Waar ging dat over? Ik ben gepromoveerd tot leidinggevende. Goed, hè? Wauw, wat een verrassing. Gefeliciteerd, schat. Ik ben ontzettend blij voor je. Nee, ik heb de wijn al gehaald. Ik ben met 2 minuutjes thuis. Oké, tot zo. Is goed, oké. Dan zie ik je zo. Hey lieverd. Hey. Hey, ik heb groot nieuws. Vertel. Ik heb eindelijk die promotie gekregen waar ik zo hard voor gewerkt heb, hè? Nee, ja, goed, hè? Mijn targets lagen boven gemiddeld. Ja, en mijn baas had die functie over en ik heb hem meteen aangenomen natuurlijk. Oh, geweldig. Dan zullen we een fles wijn opentrekken om te vieren. Ja, wat zou ik dat graag willen, maar ik moet nog zoveel regelen voor donderdag. En ik krijg er ook niet rustiger door. Oh, ik ben super trots op die. We gaan heel snel vieren. Misschien morgenmiddag. Ja, is goed. 12 uur. Bij de kroeg? Vrijmorgenmiddag, dus dan zie ik je daar. Is goed, schat. Dan zie ik je dan. Doei. Tot morgen. Hey, schat. Ik ben ook echt ontzettend blij. Goed, daar heb ik dan ook wel flink mijn best voor gedaan. Nee, ik weet inderdaad dat het niet altijd gewaardeerd wordt als ik rond etenstijd bel. Maar toch gebeurt het veel. Ja, omdat er rond etenstijd altijd iemand aanwezig is. En iedereen eet er op een ander tijdstip. Dus ja, ik zie het probleem niet. Hallo meneer, ik verkoop zonnebrillen. Zo, laat mij eens kijken. Dat is een hele verzameling, hè? Wat denk je dat mij mooi staat? Die? Staat die echt mooi? Kijk maar zelf. Oh ja. Wat kost die? 1 euro. 1 euro? Oh, volgens mij mijn portemonnee in de auto laten liggen. Ik ga even een eurootje voor je halen en kom ik hem zo brengen. Ja. Blijf jij hier wachten dan? Ja. Oké dan. Thank you.
Hé, hey, schatje. Hé, hey, lieverd. Alles goed? Ja, met jou? Ja, tuurlijk. Met mij altijd, weet je toch. Nu natuurlijk zeker. Ja, echt wel. Ja, helemaal super die promotie. Ach ja, ik heb gewoon de meeste sales gehaald de afgelopen 4 maanden. Maar ik heb er wel hard voor gewerkt. Ja. Ik heb trouwens ook weer een nieuw pak nodig. Hans raadde me aan om een ander pak te kopen. Ja, protocol gedoe, je kent het wel. Maar goed, het geld is er nog niet. En wat wil je daarmee zeggen? Je krijgt het volgende maand terug. En met mijn nieuwe functie heb ik zometeen genoeg geld om aan jou te spenderen. Floor. Lieverd, ik vind het echt allemaal leuk en aardig, maar ik zit nu ook wat krap. En ik krijg ook nog steeds dat geld weer terug wat ik in die auto van jou heb gestoken. Die auto? Shit, helemaal vergeten. Die moet donderdag gekeurd worden. Wil jij dat voor me doen? Alsjeblieft, ik kan echt geen seconde missen op mijn eerste werkdag. Ja, tuurlijk breng je die auto voor je weg. Proost op jouw promotie. Het risico. Het is zo aantrekkelijk om de gok te wagen. En wat valt er nou eigenlijk nog te verliezen? Maar doet dat je dan helemaal niets? Ja. Maar sommige dingen moet je voor jezelf houden. Hey, Nick. Hey, mooie lijn. Is Tycho er wel? Nee, Tycho is aan zijn werk. Ik telefoon houden. Oh, wat vreemd. Nou, oh, misschien moet je het nog eens proberen. Hij zal zijn telefoon niet gehoord hebben. Nou, oké, okay, doe dat. Oké, Nick. Goedemorgen, Tycho. Lekker geslapen?
Ja, redelijk. Goeienacht gehad met Marjolein. Misschien een stomme vraag, maar ik kan haar gisteravond mijn creditcard nergens meer vinden. Dat heb jij misschien gezien? Nee, niet gezien. Maar die moet ergens liggen, joh. Ik heb hem nog gebruikt met pokeren om in te loggen. En ik zou toch zweren dat ik hem weer in mijn portemonnee heb gedaan. Ja, maar die komt wel weer terecht, Nick. Hey, maar ik krijg een wissel van mijn baas. Ik spreek je. Soms moet het wel, om de aandacht van de mensen erbij te houden. Ja, dan moet je soms wat extra zeggen. En dat is inderdaad niet altijd waar. En gaat men daar serieus op in? Ja, als je het op een overtuigende manier brengt, dan gaan de mensen er vanzelf in geloven. Heren, tijd voor de boodschappen. I won't be going right away, Charles, with you. Where am I going? You're going to see Chicago and New York and Washington, maybe. Ain't he, Mr. Thatcher? He certainly is. I wish I were a little boy going on a trip like that for the first time. Why aren't you coming with us, Mom? We have to stay here, Charles. You're going to live with Mr. Fuck! Het boek! Nee. Schat? Ben je thuis? Ook. Dit geld. Ja, sorry, ik was even de tijd vergeten. Nou ja, hier is mijn sleutel. Je moet gelijk weer gaan. Ja? Geld krijgen, dat weet je snap. Ja, natuurlijk hangt er wel eens iemand op. Maar dat moet je niet zien als een persoonlijke aanval. Het is gewoon een mening. Je went er wel aan. Je moet het gewoon accepteren. Of negeren. Goedemiddag. Spreek ik met Garage van Scholten? Ik heb namelijk vandaag een keuring, maar ik wil eigenlijk graag van die auto af. Kunnen jullie hem voor me verkopen? Oké, heel fijn. Ik zie jullie zo. Tigo, er is geld afgeschreven van mijn creditcard bij het Holland Casino. Maar ik heb hem nog steeds niet gevonden. Nick, ik heb hier geen tijd voor. Ik ben aan het werk. Verdomme, Tigo! Tigo, wat nou? Geen promotie? Zat je nou te lullen, man? Zo vermoeden. Je hoeft niks meer te zeggen. Pak je spullen en vertrek. Je bent een schande voor dit bedrijf.
bang dat we nog vele sessies te gaan hebben, Tycho. Of zal ik je bij je echte naam noemen? Thank you.